Afgelopen dinsdag voor de Voetbal Rijnmond Cup gespeeld tegen AZA en met 4-1 gewonnen. Een fijn begin van de week. Ja, dat was wel een beetje geflatteerd hoor. Gewoon een hele lastige wedstrijd. Goeie ploeg. Eerste helft was eigenlijk voor hun. En er waren een paar discussiemomentjes, waaronder penalty al dan niet. Die kregen wij wel, zij niet. Dus daar hebben we een beetje geluk. We moesten wel wat omzetten en de tweede helft stond het beter. En uiteindelijk vind ik wel terecht hebben gewonnen, maar geflatteerd. Ja, tegen toch op zich een prima ploeg. En in zo'n Voetbal Rijnmond Cup, ja, dan weet je het eigenlijk ook maar nooit wat je kan verwachten. Klopt. Ik heb wel van tevoren gezegd, de winnaar van deze wedstrijd moet de Rijnmond Cup winnen, vind ik. Daar zijn we allebei in ons stand verplicht. Alleen ja, bekervoetbal, dat is altijd heel verrassend. En dus we moeten nog vol aan de bak en hopelijk nog twee keer. Is dat ook een beetje de kracht van deze selectie, dat hij toch breed genoeg is om ook op dat front tot het einde mee te strijden? Ja, maar kijk, ik meen het wel. Je bent het aan je stand verplicht. Hè? Dat ben je eigenlijk al vanaf het begin van die Rijnmond Cup. Je bent de hoogst geplaatste samen met Barendrecht. En dan moet je dus ook heel hoog eindigen. En eigenlijk is dat minimaal finale. Dus dat is ons richtpunt. En wij willen heel graag dat toernooi winnen. Daar hebben we nooit onder stoel of banken gestoken. Daar hebben we heel veel profijt van gehad. Een plezier afgelopen jaar. Een mooi trainingskamp in Tormelinos. En dat willen we heel graag weer halen. Komende zaterdag spelen we tegen wederom een oude club van jou, Barendrecht. Verheug je je op die wedstrijd? Ik heb daar niet heel lang gespeeld, 3/4 jaar. Maar wel met heel veel plezier. Onwijs leuke club, een goede vereniging. Met een heel goed stevig beleid. En dit jaar hebben zij met heel veel dingen pech gehad. Misschien ook wat verkeerde keuzes. Maar... Dat valt dan tegen dat zo'n mooie club als Barendrecht degradeert. Ik ben heel eerlijk ook wel blij dat dat in ieder geval dan al vorige week is gebeurd. Dan mochten we winnen. Dat het niet op ons konto komt. Dat had ik rot voor ze gevonden. Maar nu willen we natuurlijk heel graag ook die wedstrijd winnen. En hoop ik echt oprecht dat ze heel snel weer terugkeren. Afgelopen zaterdag speelden we tegen de koploper, tegen de kampioen. Komende zaterdag spelen we tegen de Rode Lantaarndrager. Benader je die wedstrijd dan nog op een andere manier deze week? Nee, helemaal niet. Ik ga ook vandaag, we trainen zoals ik dat eigenlijk altijd doe op de donderdag, heel wedstrijdgericht. En daar verander ik deze donderdag en ook volgende week donderdag niks in. Want ik wil die competitie gewoon zo goed mogelijk afsluiten. Dat zijn 6 punten die we nog kunnen bijschrijven en die wil ik echt heel graag hebben. Afgelopen zaterdag zagen we kort na rust Jeremy Moreno uitvallen met een blessure. Hoe is de stand met hem? Die gaat vandaag weer volledig meetrainen, ook als test. Dus hopelijk kunnen we die inzetten zaterdag. Zijn er verder nog afwezigen voor komende zaterdag? We hebben zowaar 24 man fit. Dat is de hele groep en dat is de eerste keer dit seizoen. Is dat misschien ook een beetje omdat iedereen wel ziet, nou die eindfase, dat is wel hartstikke leuk eigenlijk om daar ook weer bij te horen? Nou ja, kijk, overal hebben wij niet te klagen gehad met de blessures. Dat was gewoon best wel goed evenredig verdeeld. Niet met hele grote getalen, dus ook compliment aan de medische staf. Ik vind dat die fantastisch werk hebben geleverd. Maar ook wel aan de technische staf waarin we gewoon de juiste keuze en opbouw van oefenstof hebben gegeven aan die jongens. Nu is het einde van het seizoen. Ik weet niet of dat lekker is of juist niet. Je zit in een lekkere flow. Dus misschien had je juist wel graag doorgewild. Maar het is wel een lang seizoen geweest. Dat is ook een feit. Vorig jaar natuurlijk die finale gehaald van die Rijnmond Cup. Dat was 17 juni. Dat was heel laat in het seizoen. De meesten zaten al ergens in Spanje op dat moment. Dus het is gewoon een heel lang seizoen geweest. Het is ook wel fijn dat die vakantie eraan komt. En dat willen we gewoon... zo goed mogelijk doen, afsluiten. En dan hebben we een welverdiende vakantie voor de boeg. Afgelopen zaterdag tegen kampioen AFC met 3-1 gewonnen. Dat was denk ik een lekkere overwinning. Ja, dat was een heerlijke overwinning. We hebben van tevoren gezegd dat we er een leuke, mooie voetbalpot van wilden maken. AFC is toch de week ervoor kampioen geworden. Dus dan zit je ook wat te denken van ja, hoe gaan met welke mindset komen die deze kant op. In de wedstrijd was wel te merken dat zij er wel echt vol voor wilden gaan. Maar ik denk dat wij echt gewoon een hele goede pot op de mat leggen. En uiteindelijk gewoon verdiend met 3-1 winnen. En eigenlijk deden we onszelf nog tekort. Het had ook zomaar 6-2 kunnen zijn, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat we al met al heel tevreden mochten zijn over de wedstrijd tegen AFC. Je had van tevoren gedacht dat het toch eigenlijk best wel eenvoudig nog de tweede helft ging?
Nou, nee, dat niet. Kijk, KFC is het terechte kampioen geworden. Ik denk een van de betere selecties. Misschien wel de beste selectie. Maar ja, als we ook kijken naar de uitwedstrijd daar, waren we eigenlijk de eerste helft ook de betere ploeg. En werden we eigenlijk de tweede helft qua kracht, qua fysiek overklast daar. Maar ja, nu waren we op volle sterkte en dat waren we uit zeker niet. En hebben we gewoon gebruik gemaakt van onze krachten en van hun zwakheden. En ze doen het terecht gewonnen. Komende zaterdag reizen we af naar Barendrecht. Barendrecht, de rode lantaarndrager. Wat verwacht je van deze wedstrijd? Nou ja, het is toch een derby. Het zal de laatste derby wezen voorlopig in de tweede divisie. Wedstrijden tegen Barendrecht zijn altijd wel potjes op zich. Het is niet zo dat het heel erg leeft hier in deze regio. Daar is het ook weer net niet een echte heuse derby voor. Maar potjes tegen hun zijn leuk. En ik denk ook voor onszelf om het goed af te sluiten dat we gewoon nog twee goede wedstrijden op de mat moeten leggen. En eigenlijk gewoon aan ons stand verplicht zijn om te winnen van Barendrecht. Maar dat zal niet gemakkelijk worden. Zij weten ook dat ze gedegradeerd zijn. Kunnen ook vrijheid gaan voetballen, denk ik, voor het eerst dit seizoen. Dus ja, we moeten wel gewoon er staan en er zeker niet te makkelijk over denken. Komende zaterdag kan je bij een overwinning je ook zeker stellen van de tweede plaats in de tweede divisie. Hecht je daar nog een beetje waarde aan? Nou ja, we hebben als team wel met elkaar afgesproken dat we voor het hoogst haalbare moeten gaan. En dat was, en dat is de tweede plaats nu. Dus ja, als je daar toch staat, dan is het ook zonde om die uit de handen te laten glippen. Dus op zich hecht ik er waarde aan. Kijk, aan de andere kant is het ook, je bent de eerste verliezer. Maar aan de andere kant is voor deze club ook gewoon nog een hele mooie prestatie. Ook de hoogste klassering die wij dan in de tweede divisie gaan behalen voor onszelf in de geschiedenis. Dus ik denk dat we gewoon voor die tweede plek moeten gaan. En dan kunnen we denk ik terugkijken op een heel goed seizoen. Ja, want hoe kijk jij terug op dit seizoen? Hè? Nog twee wedstrijden te spelen op de tweede plaats. Wat vind je ervan? Ja, ik denk, aan het begin van het seizoen met Dogan kwam er toch een nieuwe trainer. Die wilde er wat meer aanvallend voetbal inbrengen. Logisch ook, want elke trainer probeert toch zijn eigen dingen toe te voegen. En in zijn geval was er toch meer aanval, gewoon iets meer aanvallend dynamisch voetbal. Dat is zeker gelukt. En ook in het begin lukte dat aardig. Alleen in het begin liepen we gewoon tegen, onnodig puntverlies continu aan, waardoor je eigenlijk in het begin van de competitie een beetje achterbleef op de ploegen waar je eigenlijk nu boven staat. Dus in het begin van de competitie heb je gewoon iets te veel punten laten liggen. Alleen heb je in het begin van de competitie wel op zich redelijk goed gevoetbald. Alleen ook vaak door persoonlijke fouten, dat je dan toch gelijk speelt of net een wedstrijd verliest. En eigenlijk naarmate het seizoen vorderde, viel dat kwartje steeds meer onze kant op. En zijn we ook meer punten gaan halen en zodoende steeds verder op de ranglijst geklommen. We hebben natuurlijk ook nog een tijdje iets behoudender gevoetbald, 5 achterop, waarin we eigenlijk bijna geen puntverlies hebben geleden. Ik moet zeggen, persoonlijk bevalt me gewoon dat we wel weer zijn teruggeschakeld naar het 4-3-3, bevalt me wel veel beter. Ik denk dat we daar veel meer voldoening uit halen, ook ieder individu op zichzelf dan. En ik denk dat we gewoon terug mogen kijken op een goed seizoen waarin we ons hebben ontwikkeld, vooral op voetballend vlak. Toch een iets andere speelwijze hebben aangemeten, wat denk ik bij iedereen in de groep goed is bevallen. Dus daar moeten we gewoon tevreden over zijn en zodoende daarmee verder gaan, ook op het oog naar volgend seizoen. Hey, en over je persoonlijke seizoen, hoe kijk je daarop terug? Veel gespeeld? Ja, ik moet zeggen, sinds ik hier natuurlijk binnen kwam, denk ik 4 geleden, toch altijd wel elk seizoen toch wel wat last gehad van blessures. En eigenlijk elk seizoen worden dat er steeds minder. Ik merk ook dat ik dat fysiek steeds beter aan kan. Wat je zegt, ik weet niet, denk 3 wedstrijden gemist, zoiets zal het zijn tot nu toe. Nou ja, dat is voor mij gewoon prima en daar ben ik heel tevreden over. Voetballend denk ik gewoon een degelijk seizoen gedraaid. Natuurlijk goede momenten en wat mindere momenten, maar ik denk nooit door de ondergrens gezakt. Iedereen binnen het team weet wat ze aan me hebben. Op mijn gebied ben ik van waarde voor het team, krijg ik daar ook waardering voor. Dus op zich ben ik wel redelijk tevreden.